Klim uit, maak gauw. Mijn ontvangstdame is nou uit. Toe, wanneer krijg ik mijn geld? Jy sal het nog in die loop van vandaag krijgen. Doe nou, maak gauw. Cheers, dokter. Ons sal die dokter sy voorskrif hier wat opmaak. Kan jy medisyne op jy gewone nie by die siekeboek? Hoe jy ingekom? Dis my job om my plek in te kom. Jy is skrimskrimmer die heebie-jeebies, man. Wat, is jy nogal anders? Ek is akteur. Dis respectable job. Nie as die mens het nie dronk doen. Ek verdien 'n Oscar. Jy is 'n sigaret vir my. Ja, vat die pakkie. Dankie. Het niemand jou daar in die tronk uitgevang nie? Nee. Was dat niet eerst een benauwde oomblik? Nee, wat? Ik weet niet hoe jij dit recht krijgt. Ach, jong. Het is een rol wat ik moet instuderen zoals enige andere rol. Ik ken spookgoosens zoals die binnenkant van mijn hand. En voordat ik plekken met hem gereid het, heb ik die tronk gekend zoals spookgoosens hem zelf niet kennen. Al zijn pijls, die routine, alles. Ja, die dokter is daarom slim, hè? Haar kop is reg aangeskroef, jong. Hoeveel het ons gemaakt? 600.000. 150.000 elk. Net 3 weke. Glad niet slecht, nie, jong. Tax-free ook en die politie weet niet waarom te begin soek nie. Hulle was met my cel geweest. Wat sê jy nou? Moenie worry nie, man. Spook in die dokter het my vooraf gewaarsku. Toe, wanneer doen ons dit weer? Seker so 2 maande. Dan moet spook weer gaan verplate. Die dokter sal ons laat weet. Waar is my geld? Daar is 30.000 rand. 30.000? Die rest kry jy later. Dit is by die dokter.
Verlede week in die swart kat. 70.000. Jy sal nou self met hom kan praat. Jy praat met wie jy is. Wat soort jy dan? Dit is ook om hulle om spook noem. Hy is die swygsaamste mense te ken. Hulle sê maar so swygsaam soos die graf. Myna en arg vir jou. Hallo spook. Ja, as het... Toe, trek uit. Laat er nie. Toe, wanneer doen ze het weer? Seker so 2 maande. Dan moet spook weer gaan vir plate. Die dokter sal ons laat weet. Sit jy seer, Borrie? Hier so. Reina, nou mooi nou! Borrie, maar voel nie. Is af. Borrie, vir wat het jy van die dak af gaan spring? Nie gebeur is so hoog nie, maar... Is af. Ek weet nie, Borrie, maar... Dit sal nou een les vir jou wees as jy die hele vakantie met een gips om jou arm moet rondloop. Borrie, maar dink maar moet maar die dokter liever bel. Sewe, twee, drie, nege, sewe... 4-6. Hai, Borrie. Linkerlong. Spuit. Rechterlong. Dames en heren, en nou stel ons aan u voor Suid-Afrika's eerste bionische man. Na een fantastische operatie wat 72 uur en 13 minuten geduur het, die eerste mens ter wereld met een bionische arm, 2 bionische benen, een bionische oog en een bionische hart. Dames en heren, Suid-Afrika, ontmoet Borrie Veld. Die dokter sê ek moet jou dadelijk bring. Hy sal na jou arm kyk, maar hy sê jou moet verwys na dokter Kaposke vir die plate. Nie operasie nie, ma. Ach, nie, my kind. Nou, as hy gebreek is, dan sal hy met gips aansit. Yes, yes, hier is ons weer. Dis alweer sulke tyd. Ben, jy wil nie so bly wees daaroor nie. Hoekom nie? Dis mos lekker. Lekker? Nou moet ek weer vir 2 weke in die toekie gaan sit. Jy word betaal daarvoor, man. Jy maak net soveel geld in 'n week soos Clint Eastwood. Kom ons waai.
Want u nou adjudant? General Overseas de kantoor? Nee, onderzoek is afgelast. Afgelast? Ja. Hoe is nou touw met al die brandkastroofd of wat? Ja, maar ons soek al 2 maanden naar jou. Die majoor denk dat as hulle nog in die land was, dan sou al lank weer ingebreek. Tja. Want u nou? Ons neem my moordonderzoek oor na Casio weg. Reis toe die man en die vrou wag daar. Goed, mevrouw Veld, ik kan hem maar hier bij ons laten. Dokter zal ons een beetje later zien. Baie dankie. Kom, Boris. Kom, sit jy daar. Dit is een guide voor de dokter Moritz. Dank je. Ik moet de geld geven. Nee, ik. Baie seer. Niet te seer. Wacht je voor spook? Nee. Ek dog hulle gaan hierdie keer in my woonstel bly. Ja, maar ek weet nie wanneer die dokter een kans kry om spook uit te smokkel nie. Sit nie hier en wacht nie. Is dit die reëlings? Ja, maar toe loop nou. Net nou sien iemand ons aan. Alsjeblieft maar die plaat naar dokter Wolse en hij wacht af. Zeker, dokter. Daar is Sinkie wacht voor die. Zij dokter sê, hy denk sy arm is gekraak. Ik weet van hem, zei dokter het mij gebeld. Dag, goed. Dag, dokter. Die arm baie seer. Jou nogal. Sy somme nou naam, kijk hoor. Ah, meneer Heinz. Volledig vandaag. Nog jezelf, dokter. Kom, deur. What have we here? Kom, klim gewoon. Ik verwacht hulle enige oomblik met spook. Kom hulle dan vroeger? Julle uur vroeger. Ik was juist bang, hulle kom hier aan voor jij hier is. Ek gee nie om nie. Nou hoef ik niet zo lang in die kast te sit. Kom, deur, gaan kijken, ons gaan naar je arm. Laat zijn. Kom. Kom zo lang, deur. Kom, ons gaan kijken, gewoon naar je arm. Sister, neem alsjeblieft mijn platen van die linkerarm. Goed, dokter, kom. Is het baie seer? Nog. Kom, sit net gauw huis. Waar is die ander oom? Wat er oom? Die een met die rug wat net voor my was. O, hy kom eers net nou terug. Ons verwag hom enige oomblik en dis ook om die dokter vir jou eerste ingedruk het. Hou maar net so rukkie stil, hoor. Mevrouw, ik kan maar deur gaan naar dokter Wilson. Die plaat is al nou gereed wees, dokter. Dank u. Zeker die waterpijpen wat zo raas.
Zolang het net niet spook nie. Spook? Hier is die platen, dokter. Dank je, sister. Je arm is gekraak. Gekraak? Je hebt een keuze. 6 weken in een stijve verband of 3 weken in gips? Wat kies jij? Gips, dokter. Wat sê die dokter? Sê sy doen nog 'n verslag. Ja, maar wacht so'n bietjie vir ons hoor. Goedemorgen, meneer Goesen hier voor dokter Kapowski. Dokter, meneer Goesen is hier. Morgen, meneer. Okay. Dit is die seentjie se verslag. Ek wil hom weer oor 3 weke sien. Kom in, meneer Goesen. Meneer Veld, gee die vier dokter. Tot ziens. Ik hoop je arm wordt gauw gezond. Het kan vooral hier. Ja, hij wacht al. Meneer Goosen's plaat is gereed, dokter. Dank u, sister. Sit zo lang, meneer Goosen. Is het spoeg? Yes. Toe, ruil ge om, hulle wacht voor jou. Ja. Nou, wacht eens niet voor die andere. Wilson al daar die platen gestuur? Nee, dokter. Gaan al het hoofd my sê. Zeker. Toespoek, maak gauw. Je ontvangstdame is weg. Ja. Wacht best voor mij daar buiten. Nee, ik wil hier met de bus al. Ik wil niet, jullie moeten veel saam gezien worden. Nee, best wacht voor jou bij Kamfer's woonstel. Hier is die sleutel. Gaan rusten vanmiddag. Eerste afspraak is vanavond. Ja, goed. Cheers. Nes die zwart kat gedink het. Pus het pak is in Klopstraat. Thank you.
is jy in? Hier. Kan jy hom oopmaak? Yes, man, ek roep jou as ek klaar is. Ja, maar is een goedkoop blik trommel met twee slotte aan. Ik kom jou help. Dan vat ons die hele trommel saam. Kom, maak gauw, man. Kom. Jy is hier binnen in die kluis. Kom. Hou hier zo. Die alarmsysteem by woningkantoor. Daar moet iemand, dis aparte alarmstelsel, daar moet iemand by woningkantoor wees. Wag hier, kom. In die kluis. Dit is ook gesluit. Dan moet hy nog hier binnekant wees.